We zijn op het Universitair Ziekenhuis Brussel. Een ziekenhuis met ongeveer 800 bedden. Waar nu grondig renovaties gebeuren met een energieplan erachter. We proberen een van de duurzaamste ziekenhuizen van België te worden. Enkele jaren terug, in 2012, hebben wij het nieuwe energiebeleidsplan opgesteld. We hebben toen vastgelegd met het ziekenhuis dat we inderdaad tegen 2022, als het nieuwe uitgebreide ziekenhuis er was, dat we dan eigenlijk niet meer energie wilden verbruiken dan in 2012. Het hospitaal zou daartegen 40% groeien, dus wil het eigenlijk zeggen dat we 40% energie moeten besparen. Deze pompen verdelen inderdaad de warmte van de motoren naar het ziekenhuis en ze zorgen er mee voor, in een klein stukje dan toch, mee voor het totale geheel van de energiebesparing te realiseren. Omdat het inderdaad over zeer veel pompen gaat, in totaal hebben we van het jaar 217 pompen in eenmaal gerenaliseerd, hebben we samen met Grundfos een energy check gedaan en alle oude pompen in kaart gebracht, bekeken wat het energieverbruik was op dat moment en dan de nieuwe pompen erop geselecteerd, waar dat eigenlijk Grundfos dan heeft voor gezorgd van een energiebesparingsplan ermee gaan uit te werken en van daaruit dan de juiste pomp te kiezen op de juiste plaats. En op die manier hebben we eigenlijk het geld vrijgekregen om de terugverdieneffect van 4 jaar al die pompen te mogen vervangen. We hebben voor Grundfos gekozen naar pompen wegens de service, enerzijds. Maar anderzijds omdat het ook een goede pomp is. Het is een pomp die we volledig gekoppeld hebben met het gebouwbeheersysteem. Allemaal gekoppeld met het gebouwbeheersysteem, waardoor we centraal ondertussen meer dan 250 pompen kunnen uitlezen en opvolgen. Als ziekenhuis, en zeker als universitair ziekenhuis, hebben wij ook een belangrijk aandeel in het duurzame. Dus wij moeten zelf het voorbeeld geven hoe we het duurzame gebouw kunnen gaan exploiteren. En pompen maakt daar zeker een deel van uit.